Nou, Kreepman ging goed. Was natuurlijk een koers in principe waar hij op zijn winst om licht in stond. Maar ik moet zeggen, vice versa Diamant en ook Jaguar van Assem, die kwamen toch nog dichtbij. En, gaven een goed partij, maar ik kan er wel wat achter de hand. Maar hoefde geen niet heel veel risico's te nemen vandaag. En, het is een goed betaalde koers voor vandaag. En, we gaan nu toch richting Frankrijk, denk ik.